van harte welkom vandaag. Een enorm groot publiek hier aanwezig. We gaan starten met een kokkierbereiding. Wat ik eigenlijk een beetje heb bedacht door de Uproom Bar die we hebben. De Uproom Bar op dit moment doen we een lunchconcept als foodbar. Nou, foodbar in een zaak waar ook mensen de verwachtingen van een twee sterrenzaak hebben. Het is heel moeilijk om die twee aan elkaar te linken. Kokkierbereiding is eigenlijk een bereiding die daaruit voorgekomen is. Nou, we gaan starten. De jongens die zijn mij hier om te helpen. Alleen dit gerecht kennen alleen ik en hun niet. Dus deze ga ik helemaal netjes zelf doen. We gaan starten dus kokkies. Het bord erbij. In de bar serveer ik het in een glas. Omdat voor mij een foodbar moet ook heel erg swingend zijn. Moet heel erg leuk zijn. Weet je, dat mag zeker niet te fijn zijn. Hier voor de presentatie ga ik het toch op een bord dresseren. Omdat het glas, als het omvalt, zijn we ook niet blij. We starten met, ik hoop dat jullie kunnen volgen wat ik ga doen. Ik heb hier een bromoise van verse kokkies gesneden. Ik heb zeeegel genomen. Zeeegel is een product wat bij ons door de Belgen niet echt gewaardeerd wordt. En het natuurlijk zeker een uitdaging is om dus een product wat niet echt geliefd is, ook goed bij de mensen te krijgen. Ik heb een grove bromoise van kokkies gesneden. Waarom heb ik een grove bromoise gesneden? Vroeger werd de kokkie altijd heel fijn gesneden voor een carpaccio. Ik vind dat de smaak van een kokkie, die al vrij licht is, op het moment dat je hem grover snijdt, bijt je en komen veel meer smaken los. Ik vind als je een kokkie te dun, dat is mijn mening, andere chefs kijken daar anders tegenaan. Dat is mijn beleving erin. De kokkie, dat komt ook een beetje door de Japanse snijtechnieken, hoe ik dat heb gevolgd. Geef pas de smaak af op het moment dat die structuur heeft. Dus als je erop bijt, als die in je mond, als je erop koudt, dan kan je toch die smaak, zeker nog met tegenhangende smaak, die bij mij toch altijd vrij explosief zijn, de condimenten en de garnituren die ik gebruik, toch nog sterk naar voren brengen. Nou, we gaan de kokkie eerst rustig kruiden. Klein beetje fijn zout, niet te veel. Daarbij heb ik verschillende condimenten. Wat gebruik ik erbij? Dit zijn ingelegde wasabi-stelen. Dus eigenlijk de wasabi heeft een wortel en heeft bladgroen aan de bovenkant. Het bladgroen aan de bovenkant is gepekeld en gezouten. En dat gebruik ik eigenlijk om die kokkie mee op smaak te brengen. Ik heb nori, de sushi-vellen eigenlijk, geroosterd op een barbecue. Daarna fijn gemalen. Ah, sorry. Okay. Duidelijk. Dat is de plek van het dresseren. Nori geroosterd. Ik heb een sanbaizu vinaigrette. Sanbaizu is een Japanse dressing. En ik heb kodiumolie gemaakt. Kodiumolie maak ik van gevriesdroogde kodium. Die we in druivenpitolie in de reunen steken, waardoor je een hele mooie ziltige olie krijgt. Heel klein beetje een toets van truffel heeft dat wel. En de Japanse sanbaizu is eigenlijk een dressing op basis van citrus, soja. Anders dan de ponzu, wel vergelijkbaar. Die maken we aan. Bromoise van avocado erdoor. Mooie romige vettigheid die erin zit. Dan hebben we hier gebrande avocado. Die wordt gemarineerd met jang. Dit is een Koreaanse bonensaus. Die heb ik leren kennen door de mensen van Disfrutar. En dat is dit is eigenlijk de gezoete saus. Dus daar gebruik ik eigenlijk om de avocado mee te marineren. Je hebt ook nog een gefermenteerde bonensaus naturel. En dat is een soort vissaus eigenlijk. Heeft een beetje dezelfde smaak. Nou, de salade maken we mooi aan. Mengkom. Klein beetje zest van limoen. Sap van limoen. Wasabi maakt het mooi pikant. En de nori geeft eigenlijk heel lekker die geroosterde, de geroosterde smaak die ook een sushi heeft. Goede nori wordt altijd even geroosterd. Even op een zeef. Wat hebben we erbij? Een gel van yuzu. Een crème van avocado. Dus ook om de mooie smeuïge texturen te krijgen. Gepekelde komkommer, gepekelde daikon, furikake, ook omdat in een foodbar wil ik dat de gerechten mooi knallen qua smaak. Die furikake met wasabi geeft een hele mooie extra smaak. De sambaizu vinaigrette en de zeeegel. De zeeegel die hou ik rauw, heel klein beetje fleur de sel, want die heeft natuurlijk al een goede ziltigheid en umami. En die houden we mooi naturel. Nou, dan beginnen we met de salade van kokkies. Een avocado.
Klein beetje erbij nu nog. Dat is een mooi laagje. Ook niet te zuinig mee zijn. Ik vind ook als je een gerechtje eet, wil je het product natuurlijk ook goed beleven. Dus vandaar dat ik ook altijd mooi een product aanwezig wil laten zijn. De zegel erbij. De zegel mooi vers, echt per servies opengestoken. Want het verliest ook heel snel mooi zijn versheid. Het is echt wel heel kwetsbaar ook. Ik vind het een fantastisch product om mee te werken. Populair nu ook. Moeilijk om goed vers te krijgen. Dit zijn IJslandse zegels. Voilà. Crème van avocado. Een gel van yuzu. Goed gekeken naar de smaakverdeling ook. Gepekelde daikon. Maken we een mooi gedraaid groentje van. Die gepekelde groenten zijn ook typisch voor de Japanse keuken. Onze gepekelde groentes doe ik meestal één dag laten pekelen, omdat ik vind dat gepekelde groentes, als ze te lang in een pekel liggen, verliezen ze ook een klein beetje hun eigen karakter. En ik vind het belangrijk dat je ook het product nog blijft proeven. Natuurlijk, wij zijn gisteren vrij geweest, dus deze zijn eergisteren gepekeld. Maar dat doe ik nogal een dagje bij mijn kinderen zijn natuurlijk. Gepekelde komkommer erbij. Eigenlijk heel erg teruggekeken naar de Japanse keuken, ook hoe sushi's gebracht worden ook. Furikake erin. De gemarineerde avocado. Dat mag helemaal uit doen. Dan de kleine blaadjes van de wasabi. Dus ook zeg maar de blaadjes waar hier de stelen van gepekeld zijn, die in de salade zitten. De blaadjes er zelf ook bij. Dat is iets wat in de zomer ook bij ons op onze eigen daktuin groeit. Prachtig, mooi, licht pikant. Zeker al topjes. Ziltigheid erin. Probeer ook met groene kruiden of dat soort eetbare kruiden ook te werken met smaken die matchen. En niet alleen maar iets qua bordopschikking te doen van we maken een mooi bloemenbordje, maar ook nog een keer dat het qua smaak wel klopt. Shiso. Dan hebben we een eiwitkrokantje gemaakt. Dat is eigenlijk een eiwitmerengue gemaakt op basis van dashi en soja. En er zit een sesam bovenop, dat een Japanse sesam is die heel pikant is. We hebben straks zo'n krokantje voor jullie om te proeven. Kan je misschien even langs de mensen laten gaan en laten proeven. Mooi compact gerechtje. Een klein beetje dressing eroverheen. Een emulsie van wasabi. Nou, dan wordt het gerecht zo gepresenteerd. En dan werken we het nog af met frisse parels. Oost-Indische kers. Mooi krokant. Mooi spicy ook. En dan bij de gasten maken we het af. Een combinatie gemaakt van yuzu en mandarijn. Dan aan tafel, dan moet ik natuurlijk wel even kijken ook voor de foto. Als er iemand een foto wil maken straks, we gaan nog andere foto's ook maken, dus misschien kunnen we die gebruiken, want dit smelt in een paar seconden. Gaan er mooie frisse parels van yuzu en mandarijn overheen. Dat is het eerste gerechtje, echt een foodbar gerecht. Kokkie, zeeegel en eigenlijk Japanse smaken, dus wasabi, nori, dat soort smaken erin. Dat is het eerste gerechtje wat uit de foodbar naar voren is gekomen. Volgende bereiding is de kreeft dashi boter. Kreeft dashi boter is mijn eerste en enige signatuurgerecht, omdat
Ik denk pas als je 60 bent, dan moet je een mooie à la carte kaart met signatuurgerechten hebben, denk ik. Maar nu is dat nog veel te vroeg. Dit is de eerste bereiding die ik heb gemaakt die goed in de smaak is gevallen. Vooral omdat de saus die erbij komt, wordt heel erg goed ontvangen. Het is een dashi botersaus, een klassieke beurre blanc. Gemaakt met een dashi azijn en met een vintage sojasaus. En die saus die is enorm populair geworden bij ons in het restaurant. Dus vandaar dat ik zeg een eerste signatuurbereiding eigenlijk. Wat hebben we nodig? Kreeft. Straks van de zomer komt de mooie Oosterschelde kreeft eraan. Nu helaas nog niet. Dus een Bretonse kreeft. Klassiek gegaard in een court bouillon. Verschillende bietjes. Een biet vind ik red. Verschillende bitjes erbij. De dashi boter is een combinatie witte wijn, vintage sojasaus, dashi azijn en sake. Laten we even een klein beetje inkoken. Boter. Hoe ik een beurre blanc maak is eigenlijk niet meer klassiek. De klassieke beurre blanc wordt in een pannetje gereduceerd en eigenlijk op de kant van het vuur met een kloppertje tot een emulsie geklopt. 170 couvert per dag zit dat er niet in. Dus ik ben echt de shit in gegaan met mijn beurre blanc. En die had staan koken en aan de kant gezet. En eigenlijk na 10 minuten moest die beurre blanc mee. En ik zat nog steeds in de shit. En dan achter de schermen de staafmixer erin. En kreeg ik eigenlijk een emulsie die zeer standvastig is. Waar een normale beurre blanc eigenlijk als die boven de 80 graden komt in de schif vliegt. Of eigenlijk zijn binding verliest. Is deze manier van beurre blanc koken is eigenlijk, ik noem dat hufteproof. Kan iedereen, je zet het aan de kant, druk servies, je mixt hem wanneer het nodig is en klaar. Ik heb een grote pan hier klaarstaan voor straks ook om iedereen te proeven. Wat vooral goed aan deze manier van beurre blanc maken is, en ik wil nu niet tegen de oude scholing aanspreken, maar dit is wel hoe ik het doe, is dat je eigenlijk continu je saus kan koken. Dus wat doe ik met die beurre blanc? Dit is nu de dashi boter, maar ik heb ook gewoon een beurre blanc saus gemaakt. Wat gewoon een normale basis beurre blanc is. En ik gebruik eigenlijk die botersaus om alle producten, alle proteïneproducten te beschermen. Dus een stukje vis. Als ik de vis op een lage temperatuur in een waterbad gaar bijvoorbeeld, ik bak het huidje krokant, dan zal ik altijd een plateautje nemen met een laagje beurre blanc erin, waar ik de vis inzet om eigenlijk uitdroging te voorkomen. Dus zelfs rundvlees, gegrild vlees in een basis beurre manier, een basisgebonden boter eigenlijk, omdat je sluit je product af. Dus naarmate je producten langzaam terug gaat opwarmen, ja, eigenlijk zoals de klassieke confijten een beetje. Dat gaat eigenlijk uitdroging tegen. Dus wij gebruiken die basis beurre blanc heel veel. Alle vissoorten, gegrilde griet, gegrilde tarbot. We grillen het, we garen het of we bakken het even agressief. En daarna leggen we het altijd terug in die botersaus om heel zachtjes rustig naar temperatuur te komen. We koken het in, half. Dus hier hebben we de wijn, de sake en de vintage dashi azijn. Dan de sojasaus, die kook ik niet mee op het laatste, omdat die smaak van die vintage sojasaus is heel mooi en rijk. Dan vind ik het zonde om die mee in te koken, want dat is toch een prachtige smaak. En die producten, net als met truffelolie bijvoorbeeld, dat verliest gelijk zijn aroma als je het te lang laat meekoken. Sojasaus gaat erin. Klein scheutje room. Het merk hoef ik niet te vermelden vandaag, dat is wel duidelijk. Ik zet hem toch even vooraan. Room erin. En nu op het laatste moment gaan we hem volop koken. Dus eigenlijk waar je normaal hier dus inderdaad met dat pannetje aan de zijkant met je kloppertje staat. 20 minuten lang gaan wij rustig verder. Goed, de kreeften staat goed bouillon gegaard. Is eigenlijk kort gegaard, terug afgekoeld, uitgehaald. In een botersaus, die klassieke beurre blanc, maken we hem warm. Puur om hem mooi lauw te maken, dat hij nog mooi glazig van binnen is. Ik denk dat elke chef weet hoe ze een mooi stukje kreeft moeten garen. Belangrijk dat het product ook gerespecteerd blijft. Het is zonde als je superdure producten aanschaft en dan vervolgens je producten eigenlijk kapot maakt door de bereiding niet goed te doen. Tegenwoordig met alle technieken van lage temperatuur garen kan je heel veel. Net als kreeft bijvoorbeeld koken wij toch nog gewoon klassiek in een court bouillon. Nou, zoals je ziet de botersaus. Het plaatje mag even goed doorgaan. We hebben de bietjes. Ik heb twee soorten bietjes gegrild en gegaard. Dat is een gele biet en een rode biet. Wat heb ik met die groentes gedaan? Wat ik heel veel met groentes ook doe, is
alle knolgroentes, alle groentes die, behalve de groene groentes die verkleuren, probeer ik altijd vacuüm te bereiden. Dus door ze vacuüm te bereiden kunnen we mise en place werk natuurlijk vooruit doen. Maar wat er ook goed aan is, als je je groentes, zeg maar, zoals bietjes of als worteltjes, aardpeertjes, knolselderij, dat soort groentes, je kan ze kruiden. Je kan er een bepaalde azijn aan toevoegen, je kan er een bepaalde marinade aan toevoegen, van Japanse azijnen tot een klassieke witte wijnazijn. En je gaart ze en je pegelt ze, dus je cuisson blijft supergoed. Ik heb ook het gevoel, als je groentes blancheert in water, dat je heel veel smaak verliest, doordat het in je kookvocht zit. Dus je ziet heel vaak, als je gewoon groentes blancheert, de meeste smaak zit in je kookpot en je groentes zelf verliezen gewoon smaak. Als je die vacuümgaring toepast, dan zit alle smaak zit in je groentes en ook alle marinades trekken er al in. Dus eigenlijk hou je de pure smaak van de groentes en je geeft ze gewoon een upgrade qua begeleidende smaak, maar je verliest geen echte mooie productsmaken. Dus bij ons worden die groentes allemaal vacuüm gegaard. Dat varieert van 8 minuutjes tot 12 minuutjes tot in een stoomoven, 90 graden vacuüm. En de gaartijden blijven eigenlijk hetzelfde. Moet je het snel terugkoelen, kan je je zak in ijswater steken en al laat je 2 dagen liggen, je groentes blijven naar groentes smaken, maar wel met een goede kruiding erbij. Nou, de beurre blanc eigenlijk tegen alle regels van de kunst in. Ik weet het. Maar we doen het toch. Ik geef nog een klein beetje marinade mee. Niet zozeer om het op smaak te brengen, maar wel puur wat voor de glans. Dat de groentes er ook allemaal mooi fris uitzien. Dus we hebben rauwe bietjes gepekeld. En we hebben de gegrilde bietjes. Die zijn dan in die vacuüm gegaard. 20 minuutjes. Terug in ijswater. En dan op het moment dat we ze grillen, grillen we ze op een barbecue en geven ze wat smaak mee. Nou, de kreeftenstaart. Dan krijg je iets kleiner maken. Normaal is dit een bereiding die ik supplementair aanbied aan de gasten. Dus ik heb een 12 of 13 gangen menu. En nu bijvoorbeeld zijn het hoppenscheuten. Hoppenscheuten zijn nu in het seizoen. Dan geef ik mensen de optie om de echte dure gerechten bij hun menu bij te bestellen. Dus dan is het menuprijs is nu €145 voor 13 bereidingen. Dan kunnen ze zo'n hoppenscheutenbereiding of een kreeftdashiboter erbij bestellen. Dan vraag ik dan €40 voor. Geef ik een halve kreeft, mooi stuk staart erbij, 10 gram kaviaar erbij. En dan zijn de kosten van het product is in ieder geval goed gedekt, zodat je foodkosten ook niet echt in de problemen komt. En mensen kunnen ook rijkelijk upgraden op het moment dat ze dat willen. Dus ze kunnen ook eigenlijk een halve kreeft eten als ze dat willen in een goede bereiding. Waardoor mijn foodkost ook nog gewoon realistisch blijft. Een stukje staart. Ik maak het gerechtje nu iets kleiner. Normaal is het dus een halve bereiding. Of een halve kreeft. Oshitra kaviaar erbij. Ook omdat ik vind als mensen de upgrade zeg maar nemen, dan moet je ook echt, dan moet ook weer die luxe wat ik graag wil brengen, moet ook naar voren komen. Ik bedoel, als je kaviaar geeft, moet je kaviaar geven en niet een klein prutsje ervan. Mooie portie kaviaar erop. De gegaarde bietjes. En dan de kruiden die ik erbij selecteer zijn eigenlijk kruiden die goed werken met het gerecht. Dus de aardse smaak. En ik wil ook wat fris contrast erin. Dus ik heb een combinatie van zuringsoorten en eigenlijk aards smakende kruiden. Dus de blaadjes van de bietjes, postelijn, wat nu natuurlijk in de winter mooi naar voren komt. En wat zuring om het ook fris te maken. Briekdeegje aangekleurd met goudpoeder. Nou, nu is de basisbereiding is klaar. Ondertussen, die saus die heeft even klaargestaan. Die heeft even gerust. Die staat eigenlijk is die in de schift. Maar nu door hem te mixen, mix ik hem weer helemaal terug in emulsie. En kan je hem eigenlijk wat meer binden door de binding er echt in te mixen. En daardoor is die saus ook eigenlijk altijd hufteproof, zoals ik zeg. Die kan je koken, die kan je op het vuur zetten. Natuurlijk, als je hem een half uur laat inkoken, dan gaat hij ook kapot.
Maar hier kan je wel echt mee werken. Daar kan je ook mee garen, daar kan je ook echt als een saus bereiden. En je ziet eigenlijk, als we de camera hier even kunnen krijgen, dat door die binding erin te mixen, gaat die ook mooi dik en mooi stevig worden. Zoals je ziet bij deze saus, dit is dezelfde botersaus die ik vanmorgen gebonden heb. Even kijken waar u bent. En dan zie je eigenlijk dat die hele saus is super stevig en super gebonden en daar gebeurt niks meer mee. Dat kunnen jullie straks ook proeven. Wat hebben we er nog bij? Een vinaigrette gemaakt van gerookte biet. Sap van bietjes, klein beetje gereduceerd, opgesmaakt met Cabernet Sauvignon azijn. En een gerookte olijfolie. Dus ik stuur 5 liter olijfolie mee met de visboer. De visboer die gaat naar de makrelenroker. Die zet het bij de makrelen erbij. Die olijfolie wordt gerookt en krijgt een hele mooie rooksmaak. Een veel betere rooksmaak dan als je echt zelf zeg maar, in kleine hoeveelheden rookt. Dus dat is ook bijvoorbeeld iets wat dan de visboer doet. Die staat bij ons gewoon in het magazijn. En die olijfolie die geeft een hele mooie rooktoets mee aan verschillende bereidingen. Omdat ik hou er ook niet van als iets gerookt is. Een lichte toets ervan, zeker bij dit soort kwetsbare producten, is een toets van gerooktheid is wel fijn. Dus een vinaigrette van gerookte biet. Bietensap is niet gerookt, maar de olijfolie is gerookt. Ook weer fris op smaak gebracht met een Cabernet Sauvignon azijn, zodat ook die frisheid er weer in zit. Dan aan tafel gaat de bediening naar tafel toe. En die neemt dan eigenlijk de botersaus mee naar tafel, omdat de mensen die vinden het fijn om zelf nog wat saus bij te eten. Dus ook alle sausen die zetten we er zelf bij. Wat ik ook wel belangrijk vind, bij ons het restaurant is er een grote afstand. Alle sausen worden bij ons door de bediening aan tafel gedaan. Ik heb daar wel eens een keer een TripAdvisor commentaar over gekregen. Zoals over alles natuurlijk, maar ook over de saus aan tafel. Dat de mensen zeiden, ja het lijkt wel een gimmick alsof bij elk gerecht iets wordt toegevoegd. Ik vind het belangrijker dat het gerecht mooi gepresenteerd aan tafel komt. En daardoor, zeker met lange wandelafstanden, ja, heb je natuurlijk wel dat het gerecht er minder mooi uitziet. Voilà. Klassieke bereiding. De dashi botersaus erbij. Die dashi botersaus kunnen jullie straks allemaal proeven. Klassieke bereiding van kreeft, combinatie met gerookte bietjes, kaviaar, aardse toets ook. En dan die dashi botersaus die ook met die sojasaus en die dashi azijn, ja, een hele mooie rijke smaak heeft als eerste signatuurbereiding. Tweede gerecht van vandaag. Dus wat ik ben gestart met een streetfood gerecht. Dit is een gerecht wat als signatuurbereiding naar voren komt. Ook de wilderigheid en de royaliteit ervan. Op je menukaart als supplementair erbij merk ik gewoon heel veel gasten die op dit moment hoppenscheut en truffel. Dat zijn 2 supplementaire items die wij aanbieden en heel veel mensen nemen ze allebei. Dus het gevoel dat ze niet geforceerd worden om extreem duur te eten is daar. Dus voor mensen die niet willen dat ze op extreme budgetten worden neergezet, die kunnen ook nog gewoon voor een haalbare prijs, een €145, een 13 bereidingen eten. Maar je merkt wel, als ze er eenmaal zijn en je biedt het supplementair aan, dat heel veel mensen gewoon, ja, die gaan ervoor. En die zijn op dat moment blij dat ze er zijn, dus die kiezen dan voor die extra optie. En we hadden het er net in de auto ook nog over, van ja, Nick, weet je, onze prijzen kunnen best wel wat omhoog. Ik denk dat je voorzichtig moet zijn in hoe je mensen forceert wat je aanbiedt. Ik denk dat je beter kan zorgen dat ze zelf het gevoel hebben dat ze willen upgraden, dat ze willen spenderen voor een stukje luxe die ze erbij kunnen nemen, dan dat ze het gevoel hebben achteraf dat het dat een te geforceerde duur bezoek is. Tegenwoordig heb je de bistronomie wat erbij is gekomen, dus er zijn heel veel zaken bijgekomen bistronomisch die eigenlijk een 5-gangen menu wat super creatief en smaakvol is aanbieden. Met 2 man in de keuken en misschien vaak de kok die zelf nog iets inzet. Dat is natuurlijk heel anders dan 14 man bediening die bij ons per servies aan de voorkant staat. Een pand waar je in een gigantische luxe zit. Al die facetten die zitten daarbij berekend. Dus je moet zeg maar concurreren als sterrenzaak ook tegen iets zoals een bistronomie. Iets wat erbij komt als een ik vind bistronomie bijvoorbeeld een hele goede, vind ik heel goed. In Parijs bijvoorbeeld is het enorm populair. Ik denk dat het in Nederland nu ook goed naar voren komt. Ik vind wel dat het gastronomische, echt de fine dining die wij doen, die mag je ook niet verliezen. Ik denk dat dat een stukje is waar we voor moeten schermen ook. En ik probeer daar echt nog wel aan vast te houden. Maar ik vind wel belangrijk dat de mensen niet het gevoel hebben dat ze echt afgeperst worden. Dus op die manier maak ik het prijstechnisch interessant voor hun om te kunnen kiezen wat ze willen. Volgende bereiding is een duif. Waarom laat ik de duif zien vandaag? Hij is hier al voorbereid. Ik heb heel lang heel veel duiven moeten garen per dag. Heel veel vacuümzakken, heel veel werk, heel veel
kokkers die aan het vacuumeren zijn en heel veel duiven die dan tegen elkaar aanzaten. En dan heb ik eigenlijk naar de Chinese keuken gekeken en wat doen de Chinezen? Die pekelen en die stomen. En daar worden geen vacuumzakjes gebruikt, verre van zelfs. Ik bedoel het niet verkeerd, hè, maar geen vacuumzakken. Wat heb ik wel geleerd, dat eigenlijk als je een product stoomt, dat je het gaarproces ook heel rustig kan laten verlopen en dat je een heel mooi resultaat kan krijgen. Vanaf nu, alle gevogeltes doe ik zoals in jullie keuken geïnspireerd is. Sorry. Ik pekel hem 30 minuten met zout, laat het rusten. En daarna gaan de duiven, dus bij ons gaat dat dan met een 100-tal stuks in één keer in een oven. Die gaan op 62 graden. Een duif van dit formaat is een 600 gram duif. 24 minuutjes ongeveer. Daarna gaan ze terug de koelcel in. En dan gaan ze gewoon in trolley. Mijn audio. En drogen de duiven. Maar doordat het op karkas is en doordat je het zout, krijg je ook wel diezelfde pekelconcentratie. En doordat het huidje daarna in de koelcel droogt, en dat doe ik straks met het lamsvlees, doe ik dat ook, krijg je eigenlijk je korsting wordt heel mooi. Dus eigenlijk je huid droogt weer, waardoor eigenlijk het vet wat op je product zit, heeft al een soort van droging gehad, waardoor het heel mooi aankorst. Nou, deze duif die is hetzelfde bereid, die hebben we aangekleurd. Wat komt erbij? Het pootje. Het pootje wordt op dezelfde manier gegaard en daarna wordt hij geconfijt. Dus ik stoom hem in en daarna wordt hij geconfijt, heel zachtjes. Nou, je zal zien de borst, en tegenwoordig zijn natuurlijk al met de reuners en alles, zijn de garing van het gevolg is vaak al heel goed. Is mooi rood. Ik heb wel heel vaak mensen die moeite hebben met de rode cuisson van de duif. Wij leggen dan ook echt uit dat de garing helemaal goed verlopen is. Nou, de duif wordt even gegrild. Op het huidje, daarna eventjes kort op het filetje ook. Dus het stomen van dat gevoogde, dat doe ik met zanten, dat doe ik met poulet de bresse. Dus bressenkip, zwartpootkip, kwartels, al dat soort zaken, die doe ik altijd gewoon stomen. Kwartels bijvoorbeeld, die pekel ik 2 weken in de miso. Die hang ik met een draadje op aan roosters en die hangen we dan eigenlijk waardoor het karkas ook mooi in vorm blijft. En in een reuner heb je toch nog vaak dat het karkas zeg maar ingeduwd is of dat de ene filet kapot geduwd is. Nou, op deze manier blijft het karkasje altijd super mooi. Zijn beide filetjes ook altijd goed. Prachtig mooi. Wat hebben we erbij? Peterseliewortel, hazelnoot, blauwe bes. En waarom dit gerecht? Dit gerecht heb ik eigenlijk op de menu gezet na december. Wildseizoen was geweest. Ik hou enorm van het wildseizoen, maar het is altijd super kort. Dus ik wou eigenlijk nog iets winters. Ik wou nog iets wat een lichte toets van zoetheid had. Ik wou eigenlijk een wild gerecht na het wildseizoen. Dus vandaar is die duif eruit gekomen. Nou, die duiven die zijn 2 weken gerijpt. Dus mooi geconcentreerd van smaak. Niet te ver. Dat mag ook niet te geforceerd zijn, denk ik. Combinatie dus erbij, echt een wintersgerecht nog wel. Foie gras komt erbij, emulsie van ganzenlever. Die hebben wij hier staan. Die warmen we licht op. Zit de duif? Ja. Nou, we gaan het even allemaal mooi hier naartoe verplaatsen. Truffel. Wat doe ik met de truffel? De truffel vind ik ook altijd een moeilijk product. Wij doen heel vaak truffel aan tafel en heel vaak hebben wij de klachten van mensen van proef geen truffel. De smaak of de aroma van de truffel is niet goed. Mensen verwachten dat als je met zwarte wintertruffel werkt, dat het gelijk een bom van smaak is, zoals truffelolie is bijvoorbeeld. Dus mijn sommelier is Italiaans en wat zeggen de Italianen? Hij is ook Italiaans. De Italianen zeggen dat witte truffel rauw, maar zwarte truffel moet je altijd een klein beetje warmte meegeven. Dus we zijn eigenlijk de truffel gaan stoven. Klein beetje boter, heel klein beetje look erin. En de vers gesneden truffel gewoon heel kort eigenlijk geweld. Heel kort even opgewarmd in de boter, waardoor die aroma's echt mooi naar voren komen. En sindsdien zijn de mensen er eigenlijk veel meer tevreden van. Dus doe ik geen zwarte truffel meer echt geraspt aan tafel, maar doen we alles mooi verwarmen in de keuken. En alleen de witte truffel doen wij nog vers, omdat ja, de mensen die verwachten toch met truffel dat ze echt wel een mooie smaak van truffel hebben. Nou, we hebben het filetje, we hebben het pootje erbij. Emulsie van ganzenlever, mooie Hongaarse bio-ganzenlever met kippenbouillon opgedraaid. Heel klein beetje de parures van de truffel, dus wij schillen de truffels zodat de buitenkant van de truffel is eraf. Die kutteren wij door en die truffel die gebruik ik voor in de ganache. Dus ik noem dat een ganache van ganzenlever en in de saus. Ook natuurlijk omdat het een product is wat, wat kostelijk is. Truffel gaat erin.
duifje, het pootje geconfijt, kort afgekruid, filetje geroosterd. Pootje laten wij ook altijd mooi de naaldjes aan vastzitten. Vinden de dames fantastisch. Crème van pastinaak, crème van peterseliewortel. Groene kool. Kort geblancheerd, gemarineerd met beurre noisette. Heel klein beetje citroen. Dan de peterselie wordt weer op dezelfde manier gegaard zoals met de bietjes. Gekruid in een vacuümzak, citroenssap erbij, beurre noisette erbij, want dat zijn de smaken die ik erin wil hebben. Ook weer terug op 90 graden gestoomd. Daarna even kort afgeroosterd. De geweldige zwarte truffel erbij. Dan hebben we gedroogde blauwe besjes, die hebben we terug ingelegd in een azijn van blauwe bes. Een sap van blauwe bes. Omdat dat wild palet wat ik er aan wou hebben, dat heeft toch een beetje een licht zoete toets. Hazelnootjes, verse hazelnoten, kort gemarineerd hazelnootolie. Klein beetje fleur de sel. Ik probeer ook altijd na te denken als ik de gerechten maak over wat ik wil brengen, dat het ook ergens iets is. Een wild gerecht, een beetje zoete toets erin, noten erin, dat zijn ook allemaal smaken die bij wildbereidingen klassiek vanuit de klassieke keuken naar voren komen. Probeer ik er toch altijd in te steken, omdat ik merk dat mensen gewoon graag ook iets hebben wat ze herkenbaar vinden ofzo. Je mag soms de grenzen wel opzoeken, maar ook gerechten breng ik gewoon dat ik weet dat ze een lekker bord eten. Dat vind ik soms heel belangrijk. Gepekelde peterseliewortel. Belangrijk dat er toch een mooi fris element in zit. Gezouten crumble gemaakt van hazelnoot. Dus eigenlijk een krokante chips gemaakt op basis van eiwit, boter, bloem, hazelnootolie, verse hazelnoot en een kleine toets van koffie. Dus een klein beetje vers gemalen koffiegruis over het chipje heen. Daar een crumble van gemaakt met gepofte gerst. Dus de gerstgranen eigenlijk mooi. Uiteindelijk de granen is hetgene wat de duif natuurlijk ook eet. Dus ook in dat vlak mooi naar voren. Lang gegaard, gedroogd, even gepoft. Mooi crunchy. De kruiden erbij. Allemaal kruiden die erbij passen. Barbara kers, wat eigenlijk waterkers is, maar dan een soort wilde waterkers eigenlijk. Super pikant, lekker spicy. Jonge mosterdscheutjes. En jonge kervel. In het restaurant gaat het wat sneller, hè? Dat begrijp ik. 20 borden op een rij. Ik probeer het goed en mooi naar voren te brengen, dat het allemaal duidelijk is voor jullie. Dan de ganache van ganzenlever. Die komt er lauwwarm bij. Dat serveren we ook aan tafel, dus dat is eigenlijk een lauwwarme emulsie. Klassiek, de saus afgemonteerd met ganzenlever erin. Dat heb ik nu niet gedaan. Nu heb ik eigenlijk de saus vrij licht gehouden en dan de ganzenlever op bord. Waardoor de mensen op bord eigenlijk met de saus en de ganache hun eigen saus albufera eigenlijk afmaken. Truffel er ook in. Hele mooie romige ganache van ganzenlever. En een vinaigrette gemaakt van hazelnoot en blauwe bes. Sta ik op de goede positie voor het bord. Voilà. En dan de saus. Is dat deze? Nee, de saus is geen kant. Okay. En dan de saus aan tafel. Gaan de bediening doet nog even mooi de saus aan tafel erbij. Volgende bereiding is lamsvlees.
Waarom heb ik die meegenomen? Omdat ik daar zaterdagavond mee gestart ben in het menu. Lamsvlees is het nieuwe hoofdgerecht bij ons. Wat gebruiken we? We gebruiken lozerenlam. En ik heb lam gevraagd van 2 weken oud. Lamsvlees kan soms heel erg penetrant zijn als het te oud is. En wat ik ook niet fijn vind, is om met te jonge dieren te werken. Dus echte melklammetjes bijvoorbeeld, wat natuurlijk vroeger heel erg was, het jonge lamsvlees, het jonge kalfsvlees, het witte kalfsvlees, het witte lamsvlees, was eigenlijk het mooiste product. Ik vind het zonde om eigenlijk dat vlees te gebruiken wat nog geen karakter heeft. Dat is natuurlijk, dat is zacht, dat is mals, dat is super jong, dat heeft alleen maar melk gehad. Maar ik wil ook wel graag wat karakter van het vlees hebben. Dus ik probeer wel te zoeken naar iets wat een uitgesproken smaak heeft, maar net als mijn lam, niet te penetrant, niet te sterk, die echt aroma's. En waarom ik het vandaag laat zien is omdat het, ja, dat is sinds zaterdag mijn nieuwe hoofdgerecht. Dus we hebben het gemerkt zaterdagavond ook in de zaak. Het was een spannend servies met een nieuwe pièce. Dat is natuurlijk wel bij ons als wij nieuwe gerechten gaan. Er zijn veel restaurants die een jaar lang hetzelfde menu serveren. Ik probeer gewoon om de 11 weken een volledig nieuw menu erin te gooien. En, zodat het voor ons leuk is, zodat het ook seizoensgebonden is, zodat ook onze gasten die elke 2 maanden komen ook gewoon elke keer een ander menu eten. En, dus ik vind het veel belangrijker om gewoon veel te wisselen qua gerechten dan echt een vaste kaart te voeren met signatuurgerechten. Houd het voor ons spannend ook. En de serviezen zoals zaterdagavond waren ook spannend, dus dat is ook goed. Het was nog wel een keer een ouderwetse chaosavond. Dus ik laat hem toch zien vandaag. We hebben de zadel, dus eigenlijk de zadels op zijn geheel. Van de buikflap die eraan vasthangt, maken we een buitspekje. Ik zal even kijken waar u staat. Dus dit zijn eigenlijk de 2 flappen die eraan vasthangen. Die snijden we in aan de binnenkant, plakken we met glutamaat. En dan garen we die op 85 graden. Het schouderstukje, schouders, gepekeld, 2 uur lang in een pekel met een zoutverhouding van 10%. 2 uur lang gepekeld, daarna afgespoeld, gewassen, gekruid, nog een keer met peper, knoflook, tijm, rozemarijn, klein beetje schil van citroen. In een vacuüm, 85 graden ook, een uurtje of 8 die schouders, botermals, super mooi. Het vlees geplukt warm, het meeste van het vet eraf gehaald, niet alles, want een beetje vet vind ik ook wel lekker. Dus niet al het vet eraf gehaald, onder druk gezet en dan eigenlijk mooi als een terrine samengeperst. Dus door die pekel is het vlees helemaal op smaak, tot aan de binnenkant. Heel belangrijk vind ik dat je ook je producten goed laat kruiden, dus dat een pekel goed naar de binnenkant trekt. Niet dat het te zout is, maar ik vind soms dat producten aan de basis te weinig gekruid worden. En dan merk je aan het einde van je bereiding dat je heel veel moet bijkruiden, maar je krijgt niet dezelfde smaak. Dus ook die schouder weer mooi gepekeld, goed op smaak gebracht. Dan hebben we eigenlijk het filetje, dat heb ik net al gedaan, heel kort op het vet uit laten bakken. Dus eigenlijk eruit gerenderd, dus het vet eruit laten smelten, dat je een mooi krokant spierhuid krijgt. Dan eraf gefileerd, dan het filetje terug op een barbecue gegrild. Daar leg ik hem nu nog eventjes terug op. En die filet die is wel in een vacuüm gegaard, dus die hebben we op 32 graden. Filet ongeveer een zadel rond de 2 kilo, 1,2 kilo zadels op het bot. Het filet eraf gefileerd en dan 62 graden, 22 minuutjes ongeveer. Maar je moet een beetje zien hoe lang je gaat. Lamsvlees bijvoorbeeld, als je te lang in een reunder steekt, kan het echt heel erg papperig worden. En ik hou ervan dat het nog mooi bloedend is en een mooie vleesstructuur heeft. Het spekje wordt gelakt. Ja. Welke smaken komen erbij? Ik heb een polenta gemaakt. Dus een polenta eigenlijk vind ik heel lekker met lamsvlees. Super romig opgezet. De polenta erin gegaard. Dus een basis knoflook, tijm, rozemarijn, melk, kippenbouillon en room. Daar de polenta in gegaard. De polenta, als je hem laat rusten, wordt hij weer terug hard. En dan heb ik hem eigenlijk afgeëmulgeerd met een époisse de Bourgogne. Dus eigenlijk een hele sterk smakende kaas. Niet te veel toegevoegd, zodat die toets van die kaas lekker aanwezig is. Want die jonge voorjaarsgroentjes in combinatie met die kaas maakt het wel heel lekker. We hebben er groene asperge bij. En lenteui. De groene asperge en de lenteui zijn allebei kort gegaard. De groene asperge kort geblancheerd en de lenteui kort gestoomd. En daarna geroosterd op een barbecue. Wat doe ik met al mijn groentes? Die glaceer ik met een glaçage. Dus ik heb nu eigenlijk een glaze gemaakt, zo noem ik dat. Op basis van kippenbouillon, een klein beetje lamsbouillon, beurre-noisette, boter en gefermenteerde coquille. Dus die gefermenteerde coquille geeft eigenlijk een klein beetje een soort umami. Ik gebruik soms Japanse producten ook echt als smaakmaker, dus als zoutvervanger of
En dat geeft weer een hele mooie, rijkere smaak. Een hele mooie, volle, romige smaak. Ze zijn allebei kort gegrild. Puree van daslook erbij. Een vinaigrette gemaakt van gremolata, dus de Italiaanse gremolata, peterselie, citrusfruit, knoflook, heel lekker met lamsvlees. Olie van rucola en gebrande ui, gepoft boekweit. En dan gaan we de bord opmaken. Dus het hoofdbord is de filet met de jonge groene voorjaarsgroentjes. Daarnaast hebben we een pot au feu, omdat die andere delen, dus de schouder en de buikspek wat nu ook in de oven zit, zijn de courante delen die er ook bij komen, die wil ik ook gebruiken. Dus ik wil niet alleen maar het mooiste pakken, maar ik probeer ook, ondanks dat we een set menu doen, ondanks dat we een vast menu doen, probeer ik toch ook de minder courante delen in een goede bereiding te steken. Ook wel mooi is om met die bereidingen te werken. Dus ook de jonge voorjaarsgroentjes, la rat aardappeltje, jong voorjaars aardappeltje, een klein zilveruitje, een nante worteltje, een rutabaga, een koolraap in het Nederlands en een stukje meiknol. Goed bereid, kort gestoomd, allemaal vacuüm gegaard en daarna in diezelfde glaze met die kokkieënconcentraat erin in diezelfde glaçage geglaceerd. Lamsvlees nog een klein beetje warmer maken. Natuurlijk nu niet op temperatuur. Doordat die kruiding op die groenten zit, hoef ik ze ook niet meer bij te kruiden. Dus die glaçage is eigenlijk zo goed op smaak dat dat alle kruiding heeft die nodig is. Groene asperge, prachtig mooi product. Lente-ui erbij. Echt wel goed geroosterd, dus heeft ook wel echt die volle smoky touch. Crème van polenta, épices de Bourgogne. Een spekje. Buikspek. Ja, buikspek. Dus het spekje is echt gewoon de buikwand van het zadel. En dat vroeger bereiden we dat nooit, nu op 85 graden ook. Prachtig mooi zacht geworden. Super smaakvol. Lamsvlees. Dus het huidje wat ik er ook aan heb uitgebakken, heb ik er afgesneden, bijgesneden, dus dat het een mooi crispy stukje draagt. Op het lamsvlees terug. Crème van daslook. Daslook, wilde knoflook, nu volop in seizoen. Half daslook, half spinazie. Heel kort in gezouten of in kokend water, licht gezouten, geblancheerd, ijswater. Daarna heb ik hem opgedraaid. En wat heb ik hem gebruikt eigenlijk als basissaus? Beurre blanc. Ook weer diezelfde gefermenteerde coquille om het terug op smaak te brengen. En een klein beetje citrus. Een mooie, frisse, lichte looksmaak, niet te sterk. Morille is erbij, ook voorjaarsproduct. Ik heb de saus van het lamsvlees, eigenlijk alle morilles die niet goed genoeg zijn voor op het bord, erin meegegaard. En dan de verse morilles die wel op het bord gaan, gaar ik ook in de saus. Dus die laat ik even kort in de lamssaus meegaan. Het eerste bord werken we af. Ik probeer ook altijd een nieuwe stijl op te zoeken van hoe ik mijn borden presenteer. Het is, je zit vaak in dezelfde routine van hoe je je borden opmaakt. Probeer ik toch ook altijd wel een klein beetje variatie in te brengen. En toch ook signatuur te dragen. Dus dat probeer ik wel echt goed aan vast te houden. Maar ook gezien de couverts die we doen,
moet het ook wel ergens haalbaar zijn qua dressage. Olie van rucola, gebrande ui. Een paar mooie gepofte boekweitzaadjes. Dus dat is bord nummer 1. De saus met fijn gesneden moriers aan de zijkant. En dan voor de pot au feu hebben we eigenlijk dus een lentestoofpotje. Heb je nog wel lepels? Ja. Lentestoofpotje, diezelfde klees, de groentjes naar voren gebracht. We hebben de 2 stukjes schouder, want dit gaat per persoon gaat dit mee. Ook die groentes zijn helemaal op smaak door die glaçage die er rond zit. Sorry. Het is goed dat je erbij bent vandaag. Hè? Toch een klein beetje het shared dining ook nog wel naar voren te brengen. Dus het stoofpotje echt voor 2 personen. Als je met 2 bereidingen lamsvlees werkt, is het natuurlijk makkelijk om dezelfde richting uit te gaan qua smaak. Maar ik vind het wel belangrijk dat als de mensen 2 bereidingen krijgen, 2 gerechten krijgen, dat het toch allebei anders is. Nou, het ene is eigenlijk heel erg voorjaar, look, morie is daarop gefocust. De tweede bereiding werk ik af met wat specerijen. Dus ik heb garam masala. Even kort aangebakken. Garam masala even in boter aangeroosterd, dan diezelfde lamsju, maar dan zonder de moriers geïnfuseerd, terug in de saus gebracht. Om eigenlijk het stoofpotje wat erbij komt, ja, wat kruidiger te maken, dat het allebei 2 verschillende smaakprofielen dragen. Het is 1 hoofdgerecht met 2 verschillende smaakprofielen. Vinaigrette van gremolata en hollandaise aangemaakt met gremolata. Dus eigenlijk een mousseline saus, een hollandaise saus. Met diezelfde vinaigrette van gremolata helemaal op smaak gebracht. Zodat ook die frisheid terug in dat stoofpotje zit. Mooie frisse hollandaise erbij. De vinaigrette van gremolata. Klein beetje. Zest van limoen, tot op de frisse. Stoofvlees kan best wel wat frisheid gebruiken ook. Het is vrij zwaar qua saus, dus het kan best wel wat frisheid en wat aciditeit gebruiken. En dan mooie frisse kruiden. Jonge scheutjes van wortel. Scheutjes van peterselie. En dit doen wij dan voor 80 man per dag. Hè? Dus dat is, ik hoop dat u kunt voorstellen hoe gezellig het bij ons in de keuken is. Jonge scheutjes van dopertjes. Dopertjes, tuinboontjes zitten ook in het stoofpotje. En dan eigenlijk een heel mooi fris gerechtje. Klein beetje boekweit ook. Heel mooi fris gerechtje on the side. Vooral om eigenlijk de andere delen mooi te bereiden. Dus saus erbij met moriers. Eigenlijk voorjaarsgerecht. Lente komt eraan, dus het mooie seizoen. We gaan een dessertje doen. We hebben hier de koning van de dessert vooraan zitten. Sorry, mag ik zeggen toch? Goed bezig, Maurits is heel goed bezig. Heel erg sterk nog in presentatie denk ik. Wat ik vooral nu laat zien is juist het tegenovergestelde. Wat ik een beetje beu ben zijn malletjes. Het presenteren van gerechten met malletjes, we hebben heel lang gedaan. En het is enorm kostbaar om daarmee te werken, dat vooral. En ik denk dat ook... ik naar desserts toe weer ook graag iets anders wil gaan brengen. Het dessert wat ik vandaag ga doen is een combinatie tussen Itakuya chocolade, wat een dubbel gefermenteerde chocolade is, heeft veel frisheid. En waar ik vroeger ook altijd in malletjes en vormpjes werkte, is dit eigenlijk een dessertje, wat gewoon een dessertje is waar je lekker doorheen scoopt.
Iets wat de grens opgezocht qua frisheid, omdat chocolade is natuurlijk is rijk, is aanwezig, is bitter. Dus ook wel gecombineerd met veel frisse elementen aan de andere kant. In combinatie met bloedsinaasappel, pecannoot. En ik heb twee soorten ganache gemaakt. Dus ik heb een klassieke chocolade ganache gemaakt. Ik heb een ganache gemaakt die eigenlijk nadat die gezet is, terug opgeslagen wordt, waardoor je een soort van mousse krijgt. Een mousse van Itakuya chocolade. Nou ja, verschillende bereidingen. Bloedsinaasappel, aangemaakt met een klein beetje hangop van yoghurt. Ook echt een product wat eind december, begin januari naar voren komt. Hangop van yoghurt, klein beetje gezoet. Frisse salade onderin. Yoghurt hang op. Als crème. Heel veel mooie crèmes erin. De crumble van pecannoot en chocolade. Pecannoten gekarameliseerd in een karamel met gezouten boter. Pecannoten erin meegeroosterd. Doorgemalen. En dan een klassieke crumble die er ook doorheen zit. Dus een hele lekkere crunch textuur. Die pecannoot die geeft ook een hele goede crunch, een hele goede bite. Dan hebben we de opgeslagen ganache. Dat is een soort mousse-achtig, maar dan toch rijker van smaak. Zware ganache, dus eigenlijk de hele dikke, stevige ganache. Gel van bloedsinaasappel. En ik heb het echt opgebouwd omdat ik een dessert wou hebben waar je gewoon lekker doorheen kon gaan, waar je lekker doorheen kon lepelen. De moesjes van chocolade die zijn wel zo wat half bevroren en dat mag er ook in blijven, die textuur. En dan heb ik twee soorten krokant. Eiwitmerengue gemaakt, op smaak gebracht met cardamom, bovenop zeezout gedaan en geroosterde pecannoot. Gedroogd als een klassieke merengue. En dan een chip gemaakt op basis van suiker, drie soorten suiker, chocolade en een klein beetje goudpoeder. En twee soorten ijs. Ik heb vandaag de ijs in vormen gedaan. Bij ons het restaurant scheppen het ijs vers. Maar hier voor de presentatie heb ik het eventjes vers gedaan om zeker te zijn dat het goed zou verlopen. Maar in het restaurant wordt eigenlijk het roomijs wordt altijd vers geschept. De sorbets die doen we wel vaak in malletjes, omdat 80 desserts met twee kanelletjes is ook heel erg complex. Dus je moet ook altijd een beetje kijken hoe gaan we het kunnen meegeven. En dan vind ik roomijs toch belangrijker dat je dat altijd mooi vers gedraaid kan gebruiken. Roomijs gemaakt op basis van witte chocolade, geïnfuseerd met cardamom en tonkaboon. Sorbet van bloedsinaasappel. En dan hebben we een soepje van verse bloedsinaasappel. Aangemaakt met mezcal. En die mezcal erin, ik weet niet of jullie mezcal kennen, dat is een gerookte drank. Zeer gevaarlijk, zeer lekker en zware kater die je er ook van krijgt. Top dus. Bloedsinaasappelsoep eigenlijk aangemaakt, gebonden met gelatine. Want ik wou een mooie gebonden soep hebben, maar niet met xanthane of weet ik veel. Maar klassiek met gelatine afgebonden, doorgemixt op het laatste. En die soep komt er dan.
Je ziet, het is een beetje een, ja, een geleiachtige structuur. Soepje erbij van bloedsinaasappel en mascal. Dat is het laatste gerecht van vanmiddag om eigenlijk te laten zien hoe divers ik probeer mijn keuken te brengen. De combinatie van smaken, geïnspireerd op de klassieke keuken, maar toch heel veel frisheid erin. Ja, de voorjaren in het oog en dat is de laatste bereiding. Dus dank jullie wel. Ik ga Nick nogmaals danken. Ik wil de mannen bedanken. We hebben hier heel veel inspiratie mogen zien. Maar in zo'n vloedstort en zo'n ontzettende gemakkelijkheid waarmee je vertelt, komt niet heel vaak voor. Dus dat is je een dubbel gegeven wat je dan als talent nog ook op je konto mag schrijven. Ontzettend bedankt. Ik denk minimaal nog een ontzettend groot applaus voor het team van de Jane uit Antwerpen dat ze bereid waren om vandaag hier te zijn.